Mijn naam is Ja. Adamo Kaya en ik ga iets vertellen over het project BIM-project Daalse Wegbrug. En dat begint met een enthousiaste opdrachtgever. Dat zeg ik er altijd bij. Ik ben zelf van de Informatie Proces Management Club. Die bestrijkt eigenlijk het digitale werkveld en het informatiewerkveld. En daaronder hangt met name BIM. Wij zien dat als een datagedreven werkproces, maar wel op een moderne manier. Goed, om te beginnen, je hebt een opdrachtgever nodig. Vanuit asset management is deze opdracht gekomen. Harold Cocoon was daar de opdrachtgever van. Je hebt natuurlijk een BIM-projectleider nodig. Die kwam vanuit onze engineeringsclub, Aarti Kok. In het werkproces van BIM moet je ook een coördinatiefunctie hebben. Dat is Marcel Ghidini, ook van onze stadsingenieursclub. Je hebt ook kwalitatief goede modellerings nodig, goede mensen die dat ook helemaal toetsen. En omdat wij nog niet helemaal op dat niveau zitten bij de gemeente Utrecht, hebben wij daar een goede partner voor gevonden. Dat is Gijs Jansen van Intures BV. Een hele goede lead engineer met hele goede modelleurs, vind ik. Ook de BIM-coördinatie bij de aannemer, Maurits Jonker, die er helaas niet bij kon zijn, maar dat filmpje komt straks. Ja, ik ben zelf een BIM-adviseur. BIM is een van mijn focussen. Ik heb meerdere focussen. Wij volgen ook de ISO 19650. En daar zit ook een hoofdstuk in, of een chapter, zoals ze dat noemen. En dat is gebaseerd op de ISO 27001. Dus er zit ook een stukje beveiliging in. En ik raad ook iedereen aan die aan de BIM is, om ook zeg maar de ISO 19650-cursus te volgen. Bij de BSI vind ik hem heel goed. Je kan hem of in het Engels krijgen, en af en toe kun je hem ook in het Nederlands krijgen, maar dat is echt wel een goede opleiding om het te doen. Onze vaste BIM-adviseur is Michael van As, dat is van het IBA, van het Ingenieursbureau Amsterdam. En we hebben ook BIM Directie Uitvoering Toezicht, dat is UNO. En ja, deze naam moet ik echt wel noemen, omdat deze mensen met z'n allen, vanuit hun discipline, een hele belangrijke rol spelen. En dan vergeet ik nog onze inkoopmensen, onze juristen, omdat wij dit project via een BIM-model hebben aanbesteed. Dus we hebben het BIM-model aanbesteed op basis van een RAW-bestek, maar het BIM-model, dat was de kern. En we hebben de complete BIM-protocollen daarvoor gebruikt, inclusief ook een BIM-uitvoeringsplan. Ik neem jullie even mee vanaf de kapstok. Dat is altijd makkelijk, hè? Links zie je natuurlijk de bekende uitdagingen. Elk stedelijk gebied, provincie of landelijk gezien komen we deze dingen tegen. Met name, we hebben minder vaklieden. Dat is echt een probleem. Dat is echt een groot probleem. We moeten sneller bouwen. Die risico's wil je omlaag hebben. We zitten in allerlei transities. Meer woningen, betere kwaliteit. Circulair en duurzaamheid, hè, sustainable, zoals ze dat noemen. Maar je hebt ook PFAS, nou, je wil minder afval. En je wil met name die faalkosten omlaag. Hè, faalkosten, even in het kort, wat bedoel je daarmee? Heel vaak is het zo, als je een project begint, of het nou regulier is, maar met de BIM komt dat wat concreter naar voren, is dat mensen heel vaak allerlei informatie moeten zoeken om überhaupt te kunnen starten met het project. Als alles panklaar lag in de laadjes en je kon het er zo uittrekken, dan kon je eigenlijk al direct beginnen. Maar vaak kun je niet eens direct beginnen omdat je informatieachterstand hebt of informatie opnieuw moet creëren. En dat noemen we faalkosten. En die wil je reduceren. Aan de rechterkant zie je van de stad Utrecht. Nou ja, goed, we hebben even die hevige regenval. Daar hebben we allemaal last van, hè? Het regent nu veel vaker in kortere intervallen. Dat heeft direct impact op je rioleringssysteem. Nou, die zijn we ook aan het vervangen. Dat is een moeilijk traject. En aan beneden zie je dat nou, Utrecht is een stad die groeit. Die willen we laten groeien naar 450.000 inwoners. Maar ja, dat betekent wel dat je infrastructuur daar ook voor geschikt moet zijn. En we kunnen niet in de breedte groeien, dus dat betekent of omhoog of in de grond. Dus blijkbaar wordt dat toch omhoog. Maar nog steeds met diezelfde infrastructuur. En dat is best wel spannend. Dus het moeilijkste om te bouwen is in de bestaande omgeving. Wat is de kracht van BIM? Regulier wordt vaak de linkerkant gebruikt, hè, voor de informatieuitwisselingen en het werk.
De Common Data Environment, hè, dat is, wij gebruiken dan vanuit Construction Cloud. Dat is eigenlijk een soort omgeving, een deelomgeving. Vergelijk het een beetje met SharePoint, waar je eigenlijk iedereen die in het proces betrokken is, kan laten inprikken. En daar moet je wel coördinatie op zetten, maar dan heb je wel altijd actuele en integere data. Van tekeningen tot documenten, want dat wordt gewoon bewaakt. Er zitten nog wel veel meer functies in zo'n Common Data Environment. Hè? Issue management, clash management en modellen. Daar komen we straks nog even in het kort op terug met Marcel Guidini. Maar dit is wel krachtig. Dus links, dan zie je eigenlijk, daar ontstaat gewoon informatieverlies. Want je weet niet waar de data staat en waar de betrouwbare data staat en de meest actuele. Rechts wordt dat echt wel, daar zit een regime op. En wij volgen dan de ISO-norm 19650. Dit is even het kort het proces. Bovenin zie je de pijltjes. Dat is eigenlijk gewoon het reguliere proces. Ja, de definities kunnen misschien iets afwijken, maar je hebt objecten of die komen uit de beheer- en onderhoudscyclus. Dat zijn bestaande objecten. Of je bouwt nieuw, dat kan ook. En dan kom je ergens in een initiatieffase, een ontwerpfase. Dan ga je bouwen, realiseren en dan wordt die beheerd en onderhouden. Het voordeel wel van een BIM-proces is wel dat je de wat en de hoe vraagt. Hè. De wat is vaak de opdrachtgever, de opdracht. De hoe is met name het engineeringsdeel en met de aannemer, hoe ga je het opbouwen? Die brengen in dit proces bij elkaar. Zodat je aan de voorkant eigenlijk multidisciplinair direct kan beginnen. Met behulp van een aantal documenten. Een ILS, dat is een informatieleveringsspecificatie. Daar specificeer je eigenlijk precies wat je wil uitwisselen. En dan heb je wat protocollen. En dan heb je een BIM-uitvoeringsplan. Dat zijn eigenlijk gewoon allemaal werkafspraken, even heel simpel gezegd. En uitwisselingsafspraken. De kracht van het proces is dat je virtueel iets kan realiseren. Dus je kan eigenlijk virtueel kun je de boel opbouwen en ook nog scenario's daaraan koppelen. Nou, je kan er heel ver in gaan. De hele grote, goede organisatie, die koppelen daar een hele, dat noemen ze 4D, 5D, 6D. Je kan het helemaal opbouwen met allerlei dataverrijkingen. En dat maakt het zo interessant. Wat ik net al zei, BIM gerelateerd is onderdeel van de datastrategie en de visie digitale stad. Hè. Er zit echt een kapstok aan. Binnen onze omgeving, dat is stadsbedrijven. Hè, wij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte, onder andere. Hebben wij strategische pijlers afgesproken en drie. Een van de drie is de pijler data en technologie. En die willen we ook gewoon praktisch toepassen in de huidige werkprocessen. Daarnaast wil je wat BIM-ervaring en kennisuitwisselingen doen. En dat willen we ook, omdat onze directeur heeft best gezegd van, nou ja, dat is ongeveer een jaar of 4 geleden dat we met BIM zijn begonnen. En zij proberen nu ook dat MKB erbij te betrekken. Nou, dat hoef je maar aan ons maar één keer te zeggen. Want dat hebben we gedaan. En dat zijn ook stedelijke afspraken die je hebt met de lokale economie. Ja, het MKB is toch de motor van de economie, wordt vaak gezegd. En wij willen ook gewoon een stimulering van de werkgelegenheid en kennis en kunde. Nou ja, we werken met wat asset management. En sinds kort hebben we afgesproken dat we conform het informatiemodel InboVersie 2022 via een linked data model hanteren. We zijn met een aantal andere bewegingen bezig. Hè. We proberen ook de transitie van 2D naar 3D te maken. Want ook daar zitten we nog gewoon middenin. Maar we proberen ook die transitie naar het BIM-gerelateerd werk te maken. Met name met zo'n Common Data Environment. Dat brengt echt heel veel. Dat zit heel veel kracht in. En wij werken ook nog met een virtuele BIM-werkplek. Dat is ook nog wel bijzonder. Dus dat gebeurt niet altijd. Er wordt ook heel veel lokaal, hè, met zware industriële laptops gewerkt. Maar wij hebben een virtuele BIM-werkplek. Nou, we hebben net ook een nieuwe Europese aanbesteding gedaan. En we hebben nu dus ook een nieuwe leverancier. We zaten bij CSN Interstellar. En we gaan over naar Vos IT. We hebben ook een asset informatiesysteem aanbesteed. Daar zaten twee percelen in. Zeg maar twee grote elementen. Dat is het asset beheer systeem en een linked data platform. En met name dat linked data platform, dat moet zeg maar ons hele data gebied gaan bedienen. Van 2D, 3D tot en met digital twin koppelingen. Maar dat is echt een ambitie.
Nou, dit is een beetje de schouw en oplevering naar het NZBR. Dit zijn wat action shots. We hebben samen met de beheerder hebben de naschouw gedaan. En ja, dan gaan ze nog kijken van, ja, is allemaal leuk, maar past dat ook echt in het beheerbeleid van ons? Ja, en volgens mij is nu het moment gekomen om de aannemer aan het woord te krijgen via een filmpje. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Maurits Jonker en ik ben BIM-coördinator bij Pauw de Odewaard. Graag nemen jullie mee in onze ervaringen die we hebben opgedaan bij het eerste BIM-project die wij daadwerkelijk gerealiseerd hebben voor de gemeente Utrecht. Hieronder zien jullie al een afbeelding staan van de Daalseweg in Utrecht. Hier was een oud bruggetje aan vervanging toe. Hiervoor hebben wij in de plaats GVK-duiken aangebracht met uitschoonbakken. En bijkomende werkzaamheden zijn schroeiing plaatsen, opnieuw asfalteren. En hier zie je nog dat wij gras-betontegels hebben aangebracht. Maar over het 3D-model, daar gaat Marcel later op in. De gemeente Utrecht heeft dus voor gekozen om in Autodesk Docs omgevingen op te stellen. Hierin gaan wij bestanden naar elkaar delen. Nou, iedereen kent de traditionele manier wel, dat we gewoon planningen of andere bestanden naar elkaar toesturen via de mail. Dat noem ik nu even de oldschool manier. En hoe we dat nu gedaan hebben, is eigenlijk een soort mappenstructuur heeft de gemeente opgesteld, waarin wij tekeningen, planningen, productcertificaten, enzovoort, enzovoort, VNG-plannen uploaden. Nou, in zo'n map staat dus de bestandsnaam, beschrijving, versienummer, ja, de grootte van het bestand. Maar wat ook belangrijk is, is wie hem laatst heeft bijgewerkt en wanneer dat is geweest. Het is zelfs zo geregeld dat je kunt instellen als er een wijziging van het bestand is geweest, dan kun je daar een mailtje van ontvangen. Dus dan ben je altijd op de hoogte wat er gebeurt met een bestand. Voor dit project hebben wij issue management toegepast. En hieronder zie je een afbeelding waarin ja, duidelijk wordt wat dat precies inhoudt. Dus je kunt meldingen aanmaken en die kun je aan een projectlid toewijzen. Daarbij staat de status, is die open, wordt die beoordeeld of is die gesloten. Nou, natuurlijk aan wie die is toegewezen, een begindatum, een gewenste einddatum waarop het probleem opgelost dient te worden. En je kunt ook een referentiebestand toevoegen. Stel er is een tekening en dan moet iets aangepast worden en ik heb daar opmerkingen op gemaakt. Dan kun je die bij de melding invoegen, zodat degene die het moet oplossen gelijk daarna terug kan refereren. We hebben dit eerste BIM-project als heel leerzaam ervaren. Mede door de fijne samenwerking van de gemeente Utrecht. We hebben dit echt als leerproces beschouwd voor ons. En daarmee ook de juiste ondersteuning geven daarvoor wat nodig was. En voor mij persoonlijk was het niet de eerste BIM-ervaring, dat ik anderhalf jaar BIM-modelleur ben geweest. Maar voor de meeste collega's van mij daarentegen was dit wel de eerste ervaring en was het even schakelen. Maar ik ben er wel trots op dat ze zo snel dit hebben kunnen oppakken en met beide handen hebben aangegrepen. Ja, wij zijn klaar voor de volgende BIM-uitdaging. Bedankt voor jullie aandacht en graag tot ziens. Dat was Maurits, ingesproken vooraf. En Marcel, volgens mij pak jij vanaf hier over. Goed. Ik ben Marcel Grini, werkzaam bij gemeente Utrecht, stadsingenieurs, afdeling constructies. En ja, ik ga met jullie in eerste instantie wat screenshots delen en daarna duiken we een live sessietje in. Nou ja, dan is het altijd afhankelijk van de performance, hoe dat het allemaal goed gekomen. Vandaar even deze veilige oplossing. Even mijn scherm met jullie delen. Ja, hoe zijn wij begonnen? We zijn eigenlijk begonnen met het maken van een puttenwolk, een zogenaamde point cloud, een digitale afdruk van de bestaande omgeving. Nou, die zien jullie hier. Eigenlijk was dit het bruggetje wat er voorheen lag met een aantal vleugelwanden die echt fors weggescheurd waren en echt gewoon
De brug moest, daar moest iets mee gebeuren. Nou, wij hadden de opdracht meegekregen van dat het moet duurzaam zijn en het hoeft niet per se in de vorm van een brug terug te komen. Dus nou goed, daar zijn we eigenlijk aan denken gegaan, wat kunnen we daar gaan doen? Nou goed, deze puntenwolk hebben wij gebruikt als basis, zeg maar, voor de geometrie van de raakvlakken en de omgeving waar je, zeg maar, een nieuwe situatie of een nieuwe ontwerp op gaat baseren. Dan moet ik eventjes mijn. Ik zit er net achter. Na die puntenwolk hebben wij eigenlijk, zijn we gelijk een CDA gaan opstellen. Om ervoor te zorgen dat de data die wij, zeg maar, gingen genereren integraal toegankelijk was. De puntenwolk hebben wij, zeg maar, laten maken door een externe partij. En die zijn, zeg maar, ons het model gaan modelleren op basis van die puntenwolk. Nou, het CDA waar we het al regelmatig over gehad hebben, het Common Data Environment, is daar de afkorting van CDA. Is eigenlijk ingedeeld conform de 1956-indeling. En dus dat is heel simpel, de map 01 tot en met 04. Dus work in progress, shared gedeelde documenten, gepubliceerde documenten. En op het moment dat dat allemaal in rust is, komt het terug in archief. En archief is eigenlijk de map die, zeg maar, weer terug eigenlijk voor de beheerder. Daar komen alle documenten die relevant zijn voor een overdracht in te staan. Nou, het work in progress gedeelte, dat zegt het natuurlijk al, hè? Dus daar hebben we een hele mapstructuur in zitten van alle stappen die we en mappen die we noodzakelijk achter, of definitiefase, ontwerpfase, en ga zo maar door. Hier zie je dan het mapje Pauw Dodewaard, waar Maurits het zojuist over had. Dit mapje hebben we aangemaakt en daar zijn zij in gaan werken. Zoals planning en checklist is daar in gestopt. Te verrijken 3D-model zoals dat aanbesteed is. We hebben dit 3D-model aanbesteed. Daar hebben we, zeg maar, een ILS bij gegeven, een informatieleveringsspecificatie, een BIM-protocol met eigenlijk een overeenkomst van wij gaan samen BIM'en. Dat BIM-protocol hebben wij gebruikt van IBA en die hebben dat eigenlijk, de basis daarvan is BIM-protocol van het BIM-loket. En daar hebben zij wat zaken aan toegevoegd. Dat laat ik dadelijk even zien van welke toevoegingen daarin zaten. Nou, je ziet hier het mapje Pauw-Dodewaard. En daar heeft hij, zeg maar, het 3D-model van de gemeente heeft hij daarin gekregen. En dat zal ik hier even laten zien. Het model wat wij toen aanbesteed hebben aan Pauw-Dodewaard is hier te zien. En dit is eigenlijk het ontwerp zoals wij denken dat het uitgevoerd moet gaan worden. Hier zie je eigenlijk ook nog een stukje asfalt van het voorgaande project en het asfalt wat hier ligt. Nou ja, hier tussen ligt de brug en het stukje asfaltering moest daar later op aangepast worden. Dat zie je dadelijk in het volgende screenshotje. Dus dat was het ontwerpstuk. En nu springen we eigenlijk door naar het S-Build project. Nou, dan zie je eigenlijk dat er hier nog wat bijgekomen is in de vorm van een parkeerplaats met grastegels. Maar eigenlijk het ontwerp zoals we dat vooraf ingestoken hadden, ja, daar zijn wat kleine verrijkingen op toegepast. Maar het hoofdontwerp is gewoon eigenlijk, ja, gewoon eigenlijk in één keer goed geweest. En daar heeft ook die puntenwolk aan toe bijgedragen dat er eigenlijk weinig verrassingen in zaten. Ja goed, hier hebben we dan ook bepaalde metadata aan toe laten voegen. En in eerste instantie zelf aan toegevoegd in de vorm van de NEN 2767, de inboard 2022, de GWSW. Zo zie je eigenlijk dat je diverse datamodellen aan een object kan knopen met allerlei informatie toegevoegd die relevant is voor de beheerder, waar hij later weer verder mee kan gaan. Dus zoals het bouwjaar en, nou ja, en ga zo maar door, het aantal kubus van een bak. Nou, dan weet je dus hoeveel dat ding gaat wegen.
in de toekomst, als je hem weer weg moet halen, kan je daar je materieel op aanpassen. Nou, vervolgens, dat hebben we eigenlijk allemaal gedaan met, door middel van het issue management. Hè, in de CDE, de Common Data Environment, daar zitten dus de bestanden in. Maar ook kan je daar issues aanmaken op basis van het model. Dus op het moment dat er op het model toch iets gewijzigd is, dan maak je het issue aan. Ik zal een voorbeeldje geven. Een CASP toepassen onder de uitzendingbak. Er was op een gegeven moment sprake van om toch ten opzichte van ons ontwerp CASP toe te passen. Dus dat voorstel werd gedeponeerd. Nou, daar wordt dan een issue aangemaakt. We koppelen dan het 3D-object. En die open ik nu. Dus ik klik op het issue. Het model wordt geopend. En eigenlijk springt het systeem gelijk toe naar het onderwerp waar dit issue aan vasthangt. Nou, is mee van het opbouwen. Nou, zo, als het goed is, hier in één keer schiet hij naar het object toe waar eigenlijk die CASP zou moeten gaan komen. Nou, uiteindelijk is besloten om het toch niet toe te passen. En goed, daarom zit hij er nu niet. En ja, goed, op het moment dat zo'n issue aangemaakt is, krijgt hij in eerste instantie een status open. Zo'n status kan variëren van concept, open, in behandeling, wordt beoordeeld en gesloten. Nou, in dit geval was de call gesloten door middel van wat communicatie. En toen hebben we gezegd van, nou, wordt niet toegepast, dus we sluiten de call. Maurits krijgt een melding van, oké, de CASP die hoeft er dan niet in te zitten. En daarmee is eigenlijk dat issue is daarmee gesloten. Dus eigenlijk heb je een totaal een actielijst op basis van het model. En dat model kan natuurlijk het 3D-model zijn, dat heeft de voorkeur, maar het kan zowel ook op basis van een 2D-tekening. En ja, zo zie je hier eigenlijk het actielijstje, wat gewoon eigenlijk alle issues die er aangemaakt zijn, uiteindelijk gesloten zijn. Vervaldatum kan meegegeven worden, een begindatum. En zo ben je eigenlijk met door middel van een CDE gewoon ja, in control, zullen we maar zeggen. Heb ik nog een stukje PowerPoint wat ik wil laten zien. Nou, we zijn dus begonnen als een skin to BIM point cloud gemaakt en het BIM-model erop geplot. Nou, dat BIM-model hebben we aanbesteed. En dat model is zeg maar verder verrijkt door de aannemer en is ondertussen ook alweer teruggeleverd als S-beeldmodel. En hier heb ik nog wat, ja, wat fotootjes bij geplaatst van, nou, je ziet ook echt dat het opgeleverd is. En ja, dat is eigenlijk zeer goed bevallen. Tot slot wil ik nog eventjes melden van het BIM-protocol is gebruikt van het BIM-loket. En daar is door IBA zijn er een aantal zaken nog aan toegevoegd. Bepaalde termgebruik is aangepast her en der. Maar de grootste wijziging zat eigenlijk op de post intellectueel eigendom. Daar zijn wat zaken aangepast ten opzichte van de basis BIM vanuit het BIM-protocol wat aangeboden wordt door het BIM-loket. Goed, Marcel, dank je zeer. Adamo eveneens. We hoorden net Maurits aan het woord over hoe hij de samenwerking heeft ervaren en ja, in wezen de kans die zij als kleinere aannemer hebben gekregen om op deze manier samen te werken. Hoe is dat van jullie kant bevallen? Ja, dat was echt. Überhaupt, BIM is heel leuk om te doen. Het is altijd weer een feestje. En je maakt met zo'n aannemer. We hebben dat aanbesteed en we hebben ook gewoon met meervoudig onderhands. We hebben gewoon met drie partijen gesproken. En eigenlijk ook hun kunnen overtuigen van op het moment dat je deze kennis. Daar investeren wij als gemeente in. Hè, dus wij nemen jullie daarin mee. Dat is onze investering. En als je daar nou ja, op aanhaakt en ook op investeert, dat is gewoon goed voor je omzet. Want een bedrijf die moet gewoon omzet draaien en die wil gewoon kwaliteit leveren. En voor de gemeente
is het gewoon goed om, zeg maar, als overheidsorgaan ja, je stad te helpen en ook de lokale aannemers. En dat is best wel spannend, want zij hadden dus ja, op Maurits na geen BIM-ervaring. Maar het wordt, ja, het wordt elke keer leuk. Nu ook, we zitten nu in de opleverfase en, en het blijft steeds leuk. Het is eigenlijk best wel jammer dat het ophoudt nu met deze aannemer. En we, ja, we gaan gewoon weer op zoek. En als er weer een mooi project langskomt, gaan we weer op zoek naar een aannemer die, die iedereen wil geloven en investeren. Marcel, ik weet niet hoe jij, hoe ging het met de coördinatiewerk met de Ja, met aannemer? name dat gebruik van het Commandant Environment, dat heeft eigenlijk ja, het proces heel erg versneld, omdat vanuit een systeem gewerkt wordt. Hè. Dus op het moment dat je een issue aanmaakt, dan wordt, zeg, krijgt Maurits in dit geval een melding, of degene die eraan aankoppelt. En nou goed, zodra hij dus de wijziging doorgevoerd heeft op basis van het issue wat ik aangemaakt heb, krijg ik weer een melding van, hey, ik heb het aangepast, is het zo akkoord? En ja, dan ga ik dus beoordelen en dan kan ik de call in feite sluiten. Ja, dat is me bijzonder goed bevallen, maar ook de hele samenwerking met de aannemer op een BIM-wijze, zoals we het nu gedaan hebben, ja, bevalt heel goed. Ja, natuurlijk heb En je wat. altijd her en der nog wel wat kleine punten en commas waarvan je denkt van, het volgende project zal ik, ga ik dat net iets anders insteken, maar dat is het, dat is de leercurve waar je mee te maken hebt. Ja. En wat vraagt dit van de aannemer? Denken jullie welke hey, volgens mij, Adama, hoor ik je zeggen, je moet er allebei eigenlijk in investeren in zo'n nieuwe vorm van samenwerken. Wat vraagt dit van de aannemer om dit goed te doen? Ze hadden dus met Maurits iemand die al wel vertrouwd was met BIM. En wat nog meer? Ja, nou ja, we gingen ervan uit dat er helemaal geen kennis was. Dus we hadden ook wel een andere partij uit de markt achter de hand. Waarvan zij dan gebruik konden maken. En dan onder regie van ons dan konden we het samen opbouwen. De kern zit hem in, je moet vertrouwen hebben in elkaar. Want dan lukt veel. En ieder vanuit zijn eigen discipline, hè, ieder vanuit zijn eigen hoek. En je moet samenwerken. En soms, het mooie van BIM is, soms is iets pas 70% klaar, maar wel te hanteren voor de volgende stap. En dat vind ik juist zo mooi, dat je niet wacht tot het af is. Hè. Dat is nog, dat is best wel een goede insteek en ook een advies naar mede-ambtenaren. Vaak willen we pas opleveren als het goed is. Het is pas af als het goed is. De kracht van BIM is, soms is 70% al voldoende om de volgende stap te zetten. En dat maakt het juist zo leuk. Dus het is ook gewoon leuk om te doen, ook met zo'n aannemer. We hebben ze ook een keer meegenomen in het G4-overleg. Daar zaten ze ook aan tafel. Konden ze ook zien hoe wij ook als grote steden ja, die problematiek proberen te beheersen. Hè. Zo'n groeiende stad, dat is nogal wat te doen. Hè. Een overheid, een gemeente is een ingewikkelde organisatie. Want we doen van alles. We doen soms wel te veel. En dan is dit gewoon een van die focuspunten van naar de toekomst toe. We hebben minder personeel. Hè. Hoeveel mensen stromen uit de technische opleiding zijn er maar heel weinig. Dus je moet het toch met elkaar doen. We concurreren elkaar ook, hè? Ook binnen de overheden, ook binnen de aannemerij. En dan is het toch leuk dat dit slaagt binnen dat krachtenveld. Het is gewoon leuk. Ja, nou, gefeliciteerd daarmee. En leuk om te horen hoe enthousiast jullie hier ook over zijn. Toch nog een vraag hierover. Je gaf ook aan, ja, wij investeren hierin. We doen, hè, wat extra moeite. We hadden zelfs iemand achter de hand om assistentie te verlenen. Heeft nou op dit project het per saldo voor jullie toch wat meer tijd en inspanning gekost om zo samen te werken ten opzichte van de traditionele methode? Of verdient zich dit meteen in zo'n eerste project al terug? Ja, het voordeel is, we zitten net in een transitie, hè, van dat wij het inborstsysteem hebben omarmd. Dus we zijn binnen budget gebleven, binnen een regulier budget. Dus dat is ook goed. En de business case zit is dat alle data die wij nu opleveren is meervoudig herbruikbaar. Het is nu alleen de kunst bij asset management om deze data, want we komen met enorm veel data, netjes te laten landen. Dus we hebben net een aanbesteding gehad, een asset informatiesysteem. Dat is een beheerssysteem, dat is eruit gekomen. En er is een dataomgeving uitgekomen. We zijn nog niet klaar. Wij moeten nu ook intern de nazorg verlenen om al deze data netjes te laten landen en die kun je ook nog extra verrijken. Deze BIM-modellen die gaan wij ook publiceren in onze 3D Utrecht, want die kunnen we zo inschuiven.
Ja, en de kracht is van, dit is eigenlijk een bruggetje naar meer. Maar je moet daar wel, je moet wel goed nadenken, ook als organisatie, hoe je dat wil doen. Dus daarom hebben we ook bedrijfsarchitectuur, gaan we daarop inzetten. Volgens mij is onze bedrijfsarchitect ook hier in deze sessie. Om te kijken van welke bedrijfsfuncties, waar moet je nu op investeren? En wat heb je nu nodig in die keten? Wat heb je nu nodig van een aannemer? Dus wij willen ook sessies gaan organiseren met elkaar van wat heeft zo'n MKB dan nodig om die stap te maken? En dat maakt het leuk. Oké, dankjewel. Er zijn ondertussen wat vragen in de chat genoteerd. Ik wil daar een aantal van voorleggen aan jullie. Aydemir Chetin heeft een vraag over het gehanteerde BIM-protocol, of eigenlijk de aanvullingen daarop. Aydemir, zou jij je eigen vraag willen toelichten? Ja, ik was benieuwd inderdaad. Ik zag dat jullie inderdaad het BIM-protocol, hè, de versie 2.0, denk ik, die jullie hanteren, dat jullie die wel toegepast hebben, maar met een kleine aanvulling daar het een en ander verrijkt hebben. En mijn vraag was van die aanvulling, is dat een draagvlak voor? Dus ook eventueel bij andere gemeenten, hè? Ik hoorde ook G4 zeggen. En hebben jullie die aanvulling ook belegd bij DigiGo? Heb je daar contact over gehad dat jullie deze aanvullingen hebben gedaan? Nou goed, het is, de aanvullingen die gedaan zijn, zijn door IBA gedaan. En ik heb inderdaad DigiGo daarop zeg maar aangegeven dat die wijziging plaatsgevonden heeft in de vorm van een afgeleide. En zij gaan zeg maar in contact met IBA om eens te kijken van nou, welk termgebruik is nu aangepast en waarom. Met name het stukje intellectueel eigendom, wat is daaraan gewijzigd ten opzichte van de basis die daar lag? Inhoudelijk kan ik dat ook niet helemaal nu allemaal uit gaan leggen, maar daar zitten de grootste verschillen in. Dus terminologiegebruik en het intellectueel eigendom. En dan met name het intellectueel eigendom op het moment dat er een BIM-project gemaakt wordt. En dus door een aannemer een slimmigheidje uitgedacht wordt. Ja, dan krijg je te maken met auteursrecht. En ja, dat wil je als gemeente zijnde niet hebben dat je vastgeknoopt wordt aan een leverancier omdat die een bepaald stukje uitgedacht heeft, waardoor je het niet meer kan hergebruiken. Dat wordt geregeld in dat stukje intellectueel eigendom. En dat gaat natuurlijk wel een soort van spanningsveld met zich meebrengen. Daar zijn we ons wel van bewust. Dus daar wil ik het even bij laten. Ik wil er een kleine aanvulling op geven, omdat terwijl we dit bespreken, er een nieuwe versie van het BIM-protocol op het punt staat om gepubliceerd te worden. En die heet dan Informatieprotocol. Onze oud-collega Dick Spekking heeft zich daarvoor ingezet. En in de voorbereiding van deze Online Friday hoorden wij van Marcel en Adamo dat zij op deze manier misschien nog wat aanvullingen op die nieuwe versie hebben. Dus we gaan dat contact inderdaad zoeken met het Ingenieursbureau Amsterdam. Om te zien of dat hele andere aanpassingen zijn, of dat deze wellicht al zijn meegenomen door Dick Spekking. Dus dit loopt, Aydemir. Aydemir, voordat ik jou nog een keer het woord geef, want je hebt nog een aantal andere vragen ingediend, wilde ik eerst naar Geert van Gorp. En die heeft een vraag over het gebruikte CDE. Geert, ben jij in staat om deze vraag zelf toe te lichten? Ja, ik hoop dat jullie mij kunnen horen. Zeer zeker. Helemaal goed. Ja, inderdaad. Wat je ziet is een discussie over het gebruikte, de gebruikte en de mogelijke CDE's. Ik ben benieuwd of dat jullie in het verleden met BIM 360 hebben gewerkt, voordat de ACC bestond. Nou, we zijn begonnen met BIM 360 en dat is eigenlijk het oude BIM 360 Docs. Dat is eigenlijk door Autodesk overgegaan naar ACC, dus Autodesk product. Ik hoor Marcel, je Marcel bent, niet meer. nee, Marcel, je bent gescreen. Je moet even je microfoon aanzetten. Maar ik kan hem wel even overnemen. Je hebt Ja. namelijk meerdere comandata environments. Je hebt BIM Link, je hebt BIM Collapse, je hebt ProjectWise. Ik ben niet zo leverancier gekoppeld. Ik kijk eigenlijk naar wat is het meest geschikt voor je werkproces. Je kan er heel diep in gaan, je kan er heel globaal mee omgaan. Uiteindelijk gaat het om het eindresultaat en het delen van data.
En je moet ook kijken op welk niveau de keten is georganiseerd. Wij zijn nu ook aan het kijken hoe wij... we hebben een pilot gedaan met ProjectWise. Kan ook heel veel. Nou, ik zeg, het maakt niet uit of we al hebben we 5 CD's. Het gaat uiteindelijk hoe we straks die data goed kunnen beheren. Is het eigendom van ons en kunnen we het ook publiceren? Onze BIM-modellen gaan wij straks ook publiceren, openbaar. Wij willen dat gewoon laten zien van als een stukje opbouw in de Digital Twin van Utrecht. Maar wij nodigen ook mensen uit, vul onze 3D-data, omgeving, zodat we die dingen kunnen delen. Dus het is een vorm van informatieuitwisseling. En ja, kijk gewoon wat past bij je werkproces. Dat is mijn devies. Het doel heiligt de middelen, hè? Ja. Daarmee jouw vraag beantwoord, Geert. Ja, dit geeft helderheid. Dankjewel. Dankjewel. Oké, Aydemir, ik ben je niet vergeten, maar om ook anderen een kans te geven, wilde ik eerst Lex van Zijn het woord geven. Jij vraagt iets over open standaarden. Lex, licht toe. Precies, ben ik te horen? Jazeker. Ja. Mooi verhaal, jongens. Leuke, mooie brug. Ja, we kennen elkaar al een tijdje. Het is niet onbekend dat ik veel met open standaarden bezig ben, maar ik zag Revit-modellen en zo. Maar hebben jullie ook, zeg maar, hoe vraag je daar dan uit? Is dat dan merkspecifiek of hebben jullie IFC of 3D-DWG? Of hoe zit je daarin, zeg maar? Je kan toch, zeg maar, eigenlijk niet iets voorschrijven in een bepaald merk. Of hebben jullie daar nog mee te maken gehad en hoe gaan jullie daarmee om? Nou, we hebben in ieder geval in de aanbesteding gezegd, ons gemeentebeleid is open standaard tenzij, dus sowieso. Alleen in het werkproces hebben we afgesproken dat we native, 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 ja, dat is even voor de technici, maar we blijven bij de bron van de applicatie en maken daarna een vertaalslag naar IFC. Okay. Maar dat gaat altijd gepaard met een toelichting, want je moet een model toelichten. Je hebt soms wat informatieverlies bij die conversies, dus als je zaken mist, zeg maar in het open standaard model, dan verwijs je altijd naar het native bestand. Daar staat die wel in. En we vertalen, we gaan heel ver. We vertalen ook naar zaken naar NLCS als het moet. Naar INBOR, naar NEN. U vraagt, wij geven. Alleen we kijken wel op welk niveau er wordt, zeg maar, beheerd en onderhouden. In de decompositie. Lex, kan dit door de beugel, deze werkwijze van de gemeente Utrecht? Daar ga ik niet over. Iedereen mag zelf weten hoe die dat doet, natuurlijk. Nou, daar ben ik blij om. Is jouw vraag beantwoord, Lex? Ja. Oké. Okay. Aydemir, we gaan even een stukje opschalen qua niveau van de vragen. Jij stelt een vraag over de ISO 19650. Ja, ik was benieuwd hoe jullie dan dit in de keten zien. Dit is natuurlijk een mooie stukje doorontwikkeling dat je een 3D-model dan in het beheerproces haalt. Hè? Want ik zag ook dat jullie asset management conform inboor linked data doen. Maar in hoeverre nemen jullie dit dan mee in jullie strategische asset management plannen en asset management plannen om dus ook beheer en onderhoud en een stukje onderhoud ook van het 3D-model, dus ook de informatie, de metadata van het model te actualiseren. Of dat ook geborgd is verderop in de keten? Dat is waar we nu mee bezig zijn. En daar zijn we gewoon startende in. Hè? Want dat geldt ook eigenlijk voor je NLCS en je 2D-data. Die moet je eigenlijk ook, die revisies moet je ook bijhouden. In 3D gaat het wat makkelijker. We hebben in ieder geval één stap gemaakt. Dat is, we hebben gekozen voor INBOR. Dus dat betekent dat alles moet terug worden gemapt naar INBOR. Wij zitten eigenlijk in een hybride situatie. Wij hebben in het model meerdere informatiemodellen opgenomen, omdat de constructeurs, die denken nog steeds in NEN. En dus we hebben gezegd, ja, we willen wel dat je het gebruikt. Dus wat ons betreft, jij wil NEN, dan krijg je NEN. Maar wij kunnen ook de mapping maken naar INBOR. Die kennis is nog weliswaar niet zo heel groot, maar die zijn we aan het uitbreiden. Dus dat is echt waar we de aankomende jaren echt op moeten investeren. Daar komen ook nieuwe rollen en functies uit en taken. Daar zijn we aan het bouwen. En dat willen we ook met iedereen die daar kennis en kunde heeft, gezamenlijk in optreden. Dus als jullie ook tips en tricks hebben, jullie zijn welkom bij de gemeente Utrecht. Want wij zijn ook daarmee bezig. En dat doen we ook in GVI-verband. Wij leren ook van de Amsterdam en Rotterdam. Die zijn nog wat verder in het proces. Waarom dingen opnieuw uitvinden als zij het al hebben uitgevonden?
Ja, dat is eigenlijk ook mijn vraag hiervoor, hè, lesson learned. Jullie zijn niet de enige, want ik zie ook inderdaad andere asset owners, zeg maar, met hetzelfde vraagstuk worstelen. Hebben jullie idee hoe wij dan die lessons learned kunnen delen in die keten? Want dat zou dan misschien het podium voor DigiGo kunnen zijn. Hebben jullie lessons learned zeg maar, geregistreerd, bijgehouden en is dat ook beschikbaar te delen? Ja, van een vorig project, die hebben we beschikbaar. Dat was een rioolgemaal. Daar hebben we zeg maar ook, dat was ook de eerste start van het project. En de lessons learned hier, die komt eraan. En ja, die willen we met iedereen delen die daarom vraagt. Dat kunnen we ook via DigiGo doen. Vergis je niet, wij hebben echt bijna alle disciplines die betrokken zijn bij een inkoop, uitvraag, hebben wij betrokken. Dus dat zullen we ook meenemen. We hebben een model aanbesteed. We hebben echt aan de inkoopjuristen gevraagd, kan dat? En kunnen wij een BIM-protocol met een ROW-bestek zo op de markt zetten? Nou, ze hebben daar een juridische beoordeling gedaan. Ze zeggen, ja, daarom het is gewoon, het zijn gewoon afspraken die je daar maakt. Dus waarom niet? En kunnen we dat hangen aan zo'n hoofdcontract? En wat betekent dat dan? Kan allemaal. Het zijn gewoon maak goede afspraken. En dat is wel belangrijk om ook je inkoop daarin mee te nemen en daarin voor te bereiden. Want die wisten ook niet wat BIM was. En die hebben we er tussendoor ook maar even een BIM-les gegeven. En die vonden het ook interessant. En die vragen nu ook al meer. Dus het is gewoon leuk. En maak het leuk. Dan, kweek vertrouwen. En dan maak je stappen. Dat is eigenlijk mijn advies. Trek het mij toch echt een laatste vraag, Martijn. Het juridische paragraaf die jullie dan bij inkoop hebben gebruikt. Is die juridische paragraaf dan ook beschikbaar? Is ja, die, ik kan ook mee delen. Ik zie ook dat Lex reageert, maar dat is echt een belangrijk stuk, zeg maar, in die keten. Dat zou zeer waardevol zijn of welkom zijn om die paragraaf te delen. In ieder geval met deze aanwezig hier. Ik stel het zeer op prijs als het gedeeld kan worden. Ja, ik zal hem even, moeten hem even opzoeken. Hoe zouden we dat kunnen doen, Adamo? Ja, ik ga even checken waar het ook weer vastgelegd. Want we hebben hem gewoon onder de gemeentelijke voorwaarden. En we hebben wel wat extra eisen gezet dat de data van ons is. Maar ik ga even kijken. Ze hebben een juridische beoordeling gedaan. En je hebt een stuk of 7, 8 aanbestedingsvormen. En ze hebben gezegd, daar kan hij gewoon onder geschaard worden. Dus ik zal hem even opzoeken en hoe we dat kunnen delen. En als er nog meer vragen zijn, kan ik ook verwijzen naar onze juristen. Dus dat is, ja, is geen probleem. Nou, heel fijn dat jullie dit zo inderdaad willen delen. En ik zie ondertussen nog een opmerking. Ik denk van een collega van jullie, Theo Veltromp. Adamo, we hebben ook het 3D en 2D platform bij de gemeente Utrecht waar we zaken delen. Kun je dat nog even toelichten? Ja, dat kan ik toelichten. We hebben een 3D BIM platform opgericht. En daar, ja, daar zit de beheerder aan tafel. Daar zit de engineer aan tafel. Af en toe nodigen we gasten uit. We hebben wel eens IBA aan tafel gehad, maar we hebben ook aannemers aan tafel. En dat is eigenlijk een dynamische vakgroep waar we van elkaar willen leren. Waar loop je nu tegenaan? Waar moeten we heen? Maar daar bespreken we niet alleen maar de technische dingen, maar ook de toekomst van hoe kun je mensen in dienst houden? Welk perspectief wil je bieden aan mensen om zeg maar van modelleur door te willen groeien naar adviseur of naar BIM-regisseur? En daarom willen we daar bedrijfsarchitectuur bij betrekken. Omdat je moet investeren in je bedrijfsfuncties. Dus ja, het is van alles en nog wat. En dat maakt het BIM-verhaal zo mooi. Dus ja, we hebben inderdaad een platform waar we dingen delen. Waar we kennis ophalen en et cetera, et cetera. Dat soort zaken. Ja, nou, dank voor deze toelichting. Het gaat hier dus niet over een online platform waar wij allerlei dingen af kunnen halen. Maar een overlegpunt waar jullie kennis delen met collega's en partners van buiten de gemeente. Nou, prachtig verhaal. Fijn ook dat er ruimte was voor deze vragen en jullie goede antwoorden daarop. We gaan richting het einde van deze sessie. We hebben eventueel nog ruimte voor een laatste vraag of opmerking. Is er iemand die graag daarvan gebruik wil maken? Steek dan even je vinger op. Ik zie daar nog geen directe reactie. Nou, dan denk ik dat we een heel mooie middag met elkaar hebben gehad. En wil ik jullie ontzettend bedanken voor jullie openheid en mooie case. En ik hoop dat we in het verlengde hiervan nog meer van jullie gaan horen en ook misschien nog een paar dingetjes kunnen gaan delen die zojuist besproken zijn. Dus nogmaals dank, fijn weekend allemaal en tot de volgende Online Friday.